We hebben het voordeel dat wij hier een best wel ruime bezetting hebben. Dat betekent dus ook dat je echt de tijd kunt nemen voor de bewoner. We jagen mensen niet op. 'S Morgens hoeven ze niet op tijd uit bed te komen. Ze mogen gewoon hun eigen tempo volgen. En we kijken even om een hoekje, kijken of iemand nog slaapt, of dat hij de behoefte heeft om uit te slapen, of dat hij daadwerkelijk op wil staan. We zijn daarin echt volgend, bewonervolgend. We volgen het ritme van de bewoner. En we hebben hier in dit huis een ontbijtbuffet. We proberen de bewoners dus zoveel mogelijk te betrekken bij hun leven. Hun het gevoel te geven dat ze leven. En we hebben daar dus ook de tijd voor. Dat betekent dat na de zorg bijvoorbeeld, dat je echt ruim de tijd hebt om lekker met de mensen koffie te drinken. Als de werkzaamheden verdeeld worden 's ochtends, dan maken we altijd afspraken. Wie gaat welke activiteit doen? Dan wordt 2 keer per dag gewandeld met de mensen. Dan heb je ook echt de tijd om een half uur of een uur als je wil te gaan wandelen met de mensen. Echt die gouden momentjes zeg maar, van 1 op 1 aandacht of in een groep, mag ook, het maakt niet uit. Maar die tijd die is er dus ook gewoon echt.